Goedemorgen, dames en heren, op dit zeer vroege tijdstip. Het is nu 5:30. En er is een bijzondere reden natuurlijk dat we Studio Sport uitzenden nu. Want Nederland staat in de finale van het herenhockeywedstrijd in Australië, in Sydney. Daar is het nu 10 uur later en ieder moment begint de wedstrijd, de finale tegen Pakistan. Inmiddels is al de wedstrijd gespeeld om de 3e en 4e plaats. Gastland Australië won daarin van Duitsland met 5-2. En Australië werd daarmee dus 3e. Nederland tegen Pakistan, 4 jaar geleden precies dezelfde finale. Toen won Nederland met 3-1. Wie nu wint, dat is niet zeker, maar in ieder geval wordt een Nederlandse coach wereldkampioen. Of Hans Jorisma bij Pakistan, of natuurlijk Roland Oltmans van Oranje. Hans Brian zit in de studio en hij zegt u hoe de wedstrijd verloopt. Genoeg oranje op de tribunes en het heeft zich laten horen bij het volkslied. En dat was het Pakistaanse volkslied voor een volgepakt huis op het Homebush State Sports Center. De mensen zijn natuurlijk blijven zitten na die wedstrijd om de 3e en 4e plaats waarin het gastland dus won. Nederland een opstelling zonder verrassingen. 5 spelers die er ook bij waren toen in Pakistan, 4 jaar geleden. Bovenlander, Jacques Brinkman, Mark Delissen, Taco van der Honert en Stefan Veen. Het betekent dus ook dat op de bank begint Teun de Nooijer, het talent wat op deze speler nog verder doorbrak. Hier ziet u hem bij de bankzitters. En de coach, dat is Roland Oltmans. Hoe goed kent hij zijn tegenstandercoach Hans Jorisma? Hij kent hem natuurlijk uit de tijd dat hij bij Bloemendaal de leiding gaf en Jorisma bij Kampong. En dit is het team van Pakistan met de grote man Shabazz, nummer 9. Ook hij was erbij 4 jaar geleden, evenals keeper Mansour. En Feroz, de nummer 11. En Junaid, ook een oud gediende. Voor de rest een aantal nieuwe namen. Maar dat wisselt in Pakistan met de coach en de manager. Daar staat hij, Abdul Rashid, de nieuwe coach. Was dat Hans Jorisma bij de Champions Trophy die de Pakis wonnen en zo fantastisch wonnen. Een overwinning nadat er lange tijd niets was. Nu is hij er weer af, Jorisma. En dit is inderdaad Santiago Deo, de Spaanse arbiter, de beste arbiter op dit toernooi, samen met de Nederlander Robbie Lathouwers, maar die mag natuurlijk niet fluiten. En uit het gastland, Donald Pryor. Prachtig natuurlijk. Het spel wat voor een deel uitgezet is door de altijd op een conflict loerende Jorisma, dat is goed om een ploeg te motiveren. En aan de andere kant het vredige model, het rustige model, wat Oltmans voorstaat.
En dit is de man die eergisteren zo'n fantastische wedstrijd voor Nederland speelde. Aanvoerder Mark Delissen, de rust zelf bleef onder de hete vuren. En dat waren het met de aanvallen van de Australiërs. IJzig kalm. En dat bracht hij over op al zijn spelers. ...3-1, u hoorde dat al, was het 4 jaar geleden. Tweemaal Bovenlander, toen. Bovenlander kwam moeilijk op slag met zijn strafcorners. Maar in de laatste wedstrijden, toen erop aankwam, toen was hij er. 5 stuks. En het zou natuurlijk niet correct zijn om alleen de strafcorners van Bovenlander te vermelden. Want zijn spel vanuit het midden is formidabel. Hij trekt spelers naar zich toe, maar geeft ze ook angst door zijn feilloze harde klappen. En dat is de grote man aan de andere kant, Shabazz, die langzamerhand aan het afbouwen is. Hij snapt het allemaal niet meer zo goed zoals het in Pakistan gaat. Een echte vriend van Hans Jorritsma. Hij verdedigt Jorritsma ook overal. Maar Jorritsma heeft onder invloed van het gekonkel van het boboïsme in Pakistan eigenlijk een stapje terug moeten doen. En dat betekent ook dat hij het voor gezien zal houden bij de Pakistani na deze wereldkampioenschappen. Het zijn de 8e. 3 maal won Pakistan. 1 maal was het Australië, 1 maal India en 2 maal Nederland. En wordt het een 3de maal. Jazet. Met tegenover zich Feroz. Feroz, een man die terugkwam door Rashid in de ploeg. Nadat hij zo'n maandje of 15 nauwelijks tophockey had gespeeld. Ja, ze zijn er weer. Zo'n uurtje of 23 vliegen van Nederland, maar toch weer al die Nederlanders. 130 interlands, deze Shabazz. Hij heeft een nieuw leven, als het ware, kunnen creëren onder Jorritsma. Waarin hij veel vrijheid kreeg, mocht lopen waar hij wilde, niet in een systeem hoefde te spelen. En dan is hij zo waardevol met zijn perfecte pas. Brinkman. En Veen. Veen voor zijn eerste rush. Gaat goed de cirkel in. Dat leek mij de voet van Mujahid. En het is de voet van Mujahid. Strafcorner voor Nederland. En dan zijn we, om precies te zijn, 3 minuten bezig. En dit is Mansour. Een fantastische keeper. Maar er is 1 man waar hij angst voor heeft. In het hele internationale circuit. En dat is Bovenlander. Maar de vraag is natuurlijk of Bovenlander ook begint. Ik zei dat al eerder in de week. Bovenlander bepaalt of hij de corner neemt. Als hij vertrouwen heeft, doet hij dat. Nou, en hij staat klaar, dat ziet u. Van der Honert staat niet op die plek. Dus het wordt gewoon de harde uithaal. En zeker de eerste keer geen variatie. Mansour, de goalie, die zo bang is. Dat is de 2e keer en daar komt dan al een waarschuwing. Denk erom, niet te vroeg uitlopen. En dat wordt gezegd aan het adres van Saman, Tahir Saman, ook hij een oud gediende, prima hockeyer. Eerder deze week geblesseerd, evenals Shabazz. Via de uitlopende Saman gaat de bal over het doel, lange hoekslag. Die worden altijd genomen door Bovenlander. En voorlopig lijkt het gevaar, nee, dat lijkt niet geweken, behalve als Bovenlander de bal zo gemakkelijk weggeeft. Van de stick geplukt. Remco van Wijk. Tegen de borst gelopen. Maar zijn harde jongen, die kan wel wat hebben. Ja, wordt even aangetikt, lijkt het. Door Mohamed Ousmane. Van Wijk. Werd veel gewisseld in het begin van het toernooi. Maar de laatste wedstrijd speelde niet zo goed dat de Nooier lang moest wachten voor die in mocht vallen. Kijk, dat is hem. Shabazz. Kijk eens naar die paas. Iets te ver. Rugdekking is van Leo Kleingebbing. Dit is Altmans. Staat in contact
met Roberto Tolentino en met hulpcoach Bert Bunnik en hoort zo zaken die hij misschien niet zelf waarneemt. Voorlangs de slag van Shabas. Wouter Pelt. Het is de 99ste interland vandaag van Wouter van Pelt. Ja, was natuurlijk mooi geweest als dit de 100ste was. Sober, altijd aanwezig. En hij geeft zijn tegenstanders altijd bijzonder weinig kans. Bovenlander, kijk eens hoe die het spel naar zich toe trekt. Maar die paas is te machtig voor Stefan Veen. Mohamed en Mark Delissen. Ja, dat doet hij heel handig. Maar Irfan Mohamed blijft liggen. Nogmaals die actie. Nu, ja, hij loopt eigenlijk toch een beetje tegen Delers aan. En dan komt de pijn waarschijnlijk van de haak van de stik die hij in zijn rug krijgt. Pakistani hebben een moeilijke tijd achter de rug. Het leek allemaal zo goed te gaan. Ze leken op de weg terug naar die Champions Trophy. Toen kwamen ze in Nederland. Kijk, dat is de man die dus de opvolger is van Jorritsma, Abdul Rashid. Ook een oud speler. Het leek dus zo goed te gaan met Pakistan naar die Champions Trophy. Toen kwam het toernooi in Nederland. Daar verloren ze het NCM toernooi met 7 landen, maar liefst met 6-2 van Nederland. Daar was deze man overigens niet bij, Mark Delissen. En vervolgens ging het mis op de Aziatische Spelen, waar het ging om de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Daar werd Zuid-Korea verrassend winnaar. Kortom, roerige tijden nog steeds voor de Pakistani. Het was Baiwa die probeerde langs de zijkant op te komen, deze man met nummer 8. Maar dat centrale duo, dat is gegroeid in het toernooi. Dat duo met Jazet en deze man Poortenaar. Nou, dat is puur spelen op terreinwinst. En dit is Poortenaar. Voortreffelijk zijn werk doet als voorstopper. Had Mark Heger in de halve finale tegen Australië voorkomen in zijn zak. Knap werk van Brinkman, maar de paas komt er niet helemaal uit. Van de Honert. Ja, mee verdedigen, dat kunnen ze ook. Moet je wel eens zo doen, dat afhouden. En zeker als het Saman is. Een perfecte speler die je kort moet houden. Van de Honert. 10 doelpunten, daarmee is hij topscorer. En alleen de laatste wedstrijden is hij aan het scoren niet te pas gekomen. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat Bovenlander de corner ging nemen. En hoe? Bedachtzame opzet. Daar staat het nog eens. 10 goals voor Taco van de Honert. Kijk, daar loopt hij met nummer 4. Die boomlange Jazet. Die durft ook mee te gaan als daar een reden voor is. En dan moet Poortenaar natuurlijk het gat achterin dichten. Ousman. Goed doorzien door Leo Klein-Gebbink. Een van de beste spelers in een ploeg die overigens als geheel uitstekend speelt. En dat is de kampioenenman aan de andere kant. Kamran, 7 doelpunten. En daarmee staat hij ook in de top. Met 14 Junaid, ook al een oudere speler die lang meeloopt. Brinkman, eergisteren beslechte hij het pleit compleet door een schitterende veldgoal. Een minuutje of 4 voor het einde van de wedstrijd tegen Australië. Nou, de ploegen hebben elkaar nu zo'n 10 minuten af kunnen tasten.
En dan verwacht je dat nu het mooie spel gaat beginnen. Want als er één ding zeker is, dan is het dat wedstrijden tussen Nederland en Pakistan altijd meer dan het aanzien waard zijn. Kijk, dat is natuurlijk de weergeloze techniek waarover de meeste van de Pakistani beschikken. Maar kijk, Nederland kan er ook wat van. Zo'n boomlange, stevige bovenlander. Kijk eens hoe hij dat doet. Maar zijn paas komt niet goed weg en wordt daarom opgepakt door de nummer 7, Usman. Saman. Opgepast nu. Want als slechts buiten Baywa in de buurt is, is het gevaarlijk. Bovenlander dus terug. Praktisch heel Nederland in de cirkel. Die bal gaat omhoog naar binnen in die cirkel. En dat mag nou helemaal niet. Afgefloten door Pryor. Boortenaar en Yazet zijn gegroeid in de voorbereidingsfase en in het toernooi. Iets te scherp. Van de Hornet kon er niet bij. De wissel bij Nederland. Remco van Wijk eruit. En Teun de Nooyer erin. Dat is wel erg snel. Maar misschien moet Van Wijk nog even bijkomen van die dreun die hij aan het begin van de wedstrijd kreeg. En dit is natuurlijk helemaal mooi, want deze man heeft een techniek die werkelijk ongelooflijk is. Kan eigenlijk alles met stick en bal. En kijk eens naar dat shirt, nummer 14. Waar hij vreselijk blij mee is, want hij wordt ook vergeleken met Johan Cruijff. Kans voor Brinkman. Zo kreeg hij hem gisteren. Maar toen had hij niet zo'n sterke tegenstander als nu. Asif Baywa, die de voorsprong heet, was Usman, de nummer 7. Eerste kansje voor Nederland, na 12 minuten. En dan zie je meteen het gevaar wat er ontstaat als die de Nooyer in het veld komt. En dit is nog eens Van Wijk. Delissen, beetje zacht ingeschoten. En niemand klaar voor de rebound, want Van der Holmert stond aan de verkeerde kant. Nogmaals die actie van Bovenlander die voor het doel komt. Delissen tipt in. Mansour redt en dan gaat de bal net voorbij en kan weggespeeld worden door de nummer 8, Baywa. Van der Hornet kon er net niet bij. Poortenaar. Ja, dat vertrouwen moet je hebben. Hè? Bal rustig laten lopen. Met dit spel ontregelden ze in het begin van de wedstrijd ook de ideeën die Australië zich gevormd hadden om de finale in eigen land te bereiken. Een behoedzame opbouw en vooral via het middenveld dat al snel grip kreeg op het spel. Kijk eens even, de Nooyer. Overzicht. ...23 interlands heeft de Nooyer nu en het leuke is, hij heeft nog nooit verloren. Want zo goed doet die Nederlandse ploeg het al de laatste tijd. Van der Hornet, dat kan niet. Voorchecken. In het gebied van de Pakistani, dat is het devies wat meegegeven is door Oltmans. Van Pelt heeft een overtreding nodig, maar hij staat er. Dat is niet slim van Baywa, neemt de verkeerde plek en dan geeft Pryor de vrije slag aan Nederland. Ja, nu zullen we ongetwijfeld te zien krijgen, nee dat krijgen we niet, dat de Nooyer pas 18 jaar oud is. Maar ook in Australië kennen ze hem inmiddels gezien, dat mooie close-upje van hem. Dat is toch een steuntje in de rug voor de Nederlandse ploeg. Yazet. Met Brinkman. En Poortenaar. Nou, daar kunnen we nog plezier aan beleven. De bal gaat ineens het doel in, is niet aangeraakt in de cirkel. Weinig reden dus tot vreugde. Goed opgepikt, klein Grebbing. Dat is zo leuk als we kunnen zien wat die kan als die een keer langs die lijn kan lopen. Dat is een ongelooflijk snelle vleugelverdediger. Veen gaat goed de cirkel in.
probeert tegen zijn tegenstander op te lopen, tegen die nummer 10. Tegen Mujahid, om zo de strafcorner te krijgen, maar die is link. Lido ziet dat. En daar gaat hij weer. Bovenlander. Voorlopig in ieder geval zijn laatste interland. Bal klimt. Gaat hoog de cirkel in en dat mag niet. Nederlandse ploeg, de Dr. Veenstra. En hier de aandacht voor Bovenlander. Van Pelt. Brinkman. Brinkman op de voet. Maar die wordt ook geattaqueerd. Van de Honert aan een solootje. En dan houdt hij toch altijd meestal wel de vrije slag aan over. Ja, en Deo zal ongetwijfeld niets nalaten om voor dit mondiale oog zijn aanwezigheid duidelijk kenbaar te maken. Veel fluitend en vooral op kleinigheden, maar het is een goede arbiter, dat moet gezegd. Elke keer is het die rechterspits die naar voren gestuurd wordt, Baywa. Daar moet het gevaar van komen, over links heb ik het nog niet gezien. Prachtig, zoals de Nooyer die bal meeneemt. Op de stik getikt, vrije slag. Ja, daar hebben ze twee verdedigers voor nodig om die tegen te houden. Van der Hoornert, kijk eens eventjes. Ja, daar heeft Nederland toch een paar aardige technici voorin. Met die Van der Hoornert en nu ook de Nooyer. Die kunnen een mannetje uitspelen. Goede paas richting Brinkman, maar perfect doorzien door Wasim Veroz. ...17 minuten gespeeld, een aanvallend Nederland. Maar voorlopig sluit het achterin bij de Pakistani voortreffelijk. Kijk, dat is Shabazz, zo. Delissen herkent hem ook al zo lang. Hè. Die hebben elkaar al zo vaak ontmoet. En dan weet je wat iemand kan en hoe je hem moet aanpakken. Perfecte combinatie. Via Delissen, die kan het zelfs nog afmaken. Nee, Veen, kans voor de Nooyer. En weggeruimd door Navid. Jongen, jongen, wat een kans. Zo moet je er niet te veel laten lopen, want dat is niet goed voor het zelfvertrouwen. Het was uitkiezen. Maar het begint duidelijk te worden. Voorlopig legt Mark Delissen zijn claim op het middenveld. Stefan Veen richting cirkel. Laat de vrije slag aan een ander over van de buitenkant. En dat is een strafcorner. En wie anders dan Taco van der Hoornert pakt die. Ja, een opzettelijke overtreding lijkt het. Oh nee, het is Veen die opzij speelt. Daar is dan van der Hoornert. En dat is die vorige kans die de Nooyer miste. Waar hij een kansje had om de 1-0 te maken. Maar nu de tweede corner. Junaid nog even in gesprek met scheidsrechter Deo. En 90% van de goede corner komt uit het aanspelen. Is het goed? Afgeschoven. Dat moet hem houden. De inzet van Taco van der Hoornert. Poort ernaar erbij. Maar het is hem net niet. Perfecte corner. Bovenlander niet. Van der Hoornert wel. Kijk je maar. En dan komt er natuurlijk straks weer een aan. Dat is de stop. De schijnbeweging van Bovenlander. De push op keeper Mansour van Taco van der Hoornert. En dan nu de nieuwe. En die is raak. Bovenlander. Nummertje 6. 1-0. En dan zijn we 19 minuten bezig. En de vreugde bij het Oranje Legioen is begrijpelijk. Ik zei het u, Mansour is nergens bang voor, behalve voor de corner van deze man. Die ze met ongelofelijke snelheden weet te slaan. De stop en het aanspelen, dat kon niet fout. En dan is hij niet te kloppen, ook de lijnverdediger. Mujahid, nee, Navid is dat, heeft geen antwoord op de inzet van Floris-Jan Bovenlander. Flop voor vrienden en het is zijn zesde goal.
deed hij ook in Pakistan. Opende nu ook te scoren via de strafcorner. Shabazz moet het spel meer naar zich toe trekken, dat is duidelijk. Hij moet de lijnen uitzetten, maar vooralsnog hebben we dat niet gezien. Poortenaar, zo'n rots in de branding. Zo ging dat ook tegen Australië. Niet in de schulp kruipen naar de voorsprong, nee, hetzelfde spelletje blijven spelen. Zoeken naar de spitsen, Stefan Veen, Taco van der Hornet. En nu daar op links, u ziet hem, Teun de Nooijer. Goed aangenomen. En dan kan hij ook doorgaan. Kamran, de goalgetter van de Pakistani. Ousman. Tuurlijk richting Baywa. Baywa en Ousman. Ousman terug naar Baywa. Slag voor is van Saman. En het wordt een lange hoekslag. Voordoen. De foam komt. Van keeper Ronald Jansen, maar het levert hem wel een strafcorner op. Want het was een gevaarlijk spel, althans dat vindt Pryor. We kijken nog eens. Ja. Eerste strafcorner voor de Pakistani. En dat moet die Ashraf Kaman zijn die in gaat slaan. Kijk eens, Jansen gaat uitlopen, dat was heel interessant. Maar wel te vroeg. Uiteraard hebben de ploegen elkaars wedstrijden op video bekeken. En weten ze hoe dit uitlopen geschiet en hoe alles plaatsvindt. Hele zachte inzet was dat van deze man, de nummer 4 van Saman. Kijk je maar. Meteen de variatie gespeeld. Niet Ashraf. Saman, ja, daar verras je een goede keeper niet mee. Hoewel die er toch ogenschijnlijk naast zat, Jansen. Shabazz, de man uit Faisalabad. In Punjab. Ja, Nederland krijgt ze mee. We zien hier weer zo'n klein foutje ontstaan. Die Navid, die op Taco van der Hornet loopt, die laat hem dan even gaan. En dat moet je natuurlijk niet doen bij Van der Hornet. Die moet je op de man dekken. Want als die de bal in de ruimte aan kan nemen, dan is hij levensgevaarlijk. Poortenaar speelt dat verkeerd. Moet natuurlijk geen duel aangaan, gewoon spelen. Ja, dat is hem, hè, Shabazz. Kijk eens even hoe hij dat doet. Baywa. Wordt het 1-1? Ja, het wordt 1-1 via Saman. Saman tipt in. Wat een schitterend doelpunt. En je zag het aankomen. Het ging fout bij Poortenaar. Toen kon Shabazz laten zien wat hij allemaal kan. De bal ging naar de rechterkant. Naar Baywa. En die speelde zodanig voor dat de tip-in voor Saman eenvoudig was. Kijk, hier is Shabazz. Wouter van Pelt levert in. Hij gaat heel gemakkelijk om Delis heen. De paas staat naar de buitenkant. Baywa komt nu aan de beurt. Saman loopt door. En die kan intippen. Het is 1-1. Prachtig doelpunt. En nogmaals, die schitterende techniek van Shabazz. En dit is ook mooi uitgespeeld door ingestudeerd. Saman speelt af, loopt zelf door en daar is de tip in. Van der Hornet. In de rebound zou je haar zeggen. Een echte wedstrijd weer meteen. Van Pelt. Veen afgehouden. En inmiddels, dat ziet u, is Remco van Wijk weer in de ploeg gekomen. Ja, dat lijkt afhouden, maar het wordt niet gegeven. Junaid.
Zo. De hoge bal is een prooi voor Leo Klein-Gebbink. Nou, dat was riskant, maar de bal komt goed aan. Van Wijk. Ja, die heeft zijn handen vol aan Ousman. Ashraf. Ik twijfel dan toch of het Ashraf of die Saman was. Ze liepen samen in die de tip in maakte en de 1-1 stand op het scorebord bracht. En ik denk uiteindelijk dat het Ashraf is, want hij had 7 doelpunten en heeft er nu 8. Blessure voor Leo Klein-Gebbink. En op diezelfde plek werd hij gisteren ook een tik. Eergisteren moet ik zeggen tegen Australië. Kennelijk een pijnlijk plekje. Speelt een wereldtoernooi. Deze Klein-Gebbink die hier verzorgd wordt door fysiotherapeut Hans Torzijn. Een wereldtoernooi waarin hij in 2 wedstrijden zelfs de beste speler van het team genoemd kon worden. En tegen Australië gewoon goed zoals al die anderen. En ook nu staat hij er. Al zou je natuurlijk kunnen zeggen dat bij dat doelpunt wat van deze man kwam, van de voorzet van Bajwa, hij gepasseerd werd. Ja, je kunt je zo voorstellen wat er gebeurt. Wie wilde nou in zo'n finale geblesseerd naar de kant? Nee dus. Doorgaan. Mohamed Shabazz is dat. Een spits. En die komt er dus in voor Feroze die u hier ziet. Ik zei het al, een speler die er al langer bij is, maar een hele tijd niet op het internationale toernooiveld te zien. Knap aangenomen, Saman. Maar doorzien. Veen. Hoog tempo van 2 technische ploegen. Gevaarlijk mannetje, die Kamran. En hier aan de band, aan de kettingen van Poortenaar. Dat moet natuurlijk ook. Want 8 doelpunten die maak je niet omdat je niet kan hockeyen. Zo, dan gaat hij weer. Shabazz, 1 man, 2 man. En als hij daar geen corner aan overhoudt. Nou, Pryor zegt het is net buiten de cirkel. Heeft Nederland geluk. Goed erin en buitenspel van de nummer 8 van Bajwa. En uiteraard groot enthousiasme van de aanwezige Pakistani. Klein-Gebbink kwam er niet uit. Hij denkt dan maar de voet van Bajwa. Remco van Wijk zoekt daar de moeilijkheden op en dus neemt Pakistan over. Ousman. Bajwa vraagt, krijgt hem niet. Dan loopt Bovenlander mee en dan is er ineens ruimte in het centrum, zag u dat? Bovenlander wordt mee naar de zijkant getrokken en het is maar goed dat dat niet netjes afgewerkt wordt, want er lag een geweldig gat voor het doel van keeper Jansen. Merkwaardige ploeg dat Pakistan won in de pool met 2-1 van Australië in een zinderend duel. En dat is toch knap als je het gastland verslaat. En verliest dan vervolgens in diezelfde pool met 2-0 van Engeland. Dat op het laatste nippertje de laatste 4 niet haalde. Van de Honert. Ja, daar komt hij altijd goed uit. Nu was hij er wel bij, die Navid. In de rug van de Honert.
Ja, nou heeft hij een klein beetje ruimte en is hij gevaarlijk. Prima 1-2, maar doorzien. Wel ten koste van een overtreding en Nederland dus met de vrije slag in de 23. Remco van Wijk. Ja, dat zou hem kunnen zijn. Ze proberen te gaan voor de tip in wat Steven Veen deed. Nu wordt het een lange hoekslag. Bovenlander. Klein Gebbink. Ja, ze zijn snel. Je hebt echt niet de tijd om eens rustig uit te zoeken wie je aan wil spelen. De druk van Nederland wordt weer wat groter. Het zoeken is steeds op het midden naar Delers en Bovenlander. Ja, dat moet hem zijn. Het is een miet, Steven Veen. Ah, prachtig ingespeeld in de cirkel. Maar Veen moest natuurlijk, werd naar buiten gedreven, de moeilijke kant nemen. Maar dit is die paas van Delers, perfect gezien. Weer zo'n patroon wat ingestudeerd is. En met de bek en stick komt hij er niet helemaal uit. Lange hoekslag. En de aandacht voor de 226-voudige international Bovenlander. Klein Gebbink. Nee, is niet goed. Kijk, en dan is die Baywa weer vrij. En dan loopt die nummer 5 daar weer helemaal vrij in het midden. Poortenaar toch bij hem. Ja, dat is goed. Waarom geef je geen voordeel? Roept diezelfde nummer 5. Die Kamran tegen Pryor. Want dan had ik hem mee kunnen nemen misschien. Saman. Oesman. Gaat om Remco van Wijk heen. Alsof hij er niet staat, gaat ook een Bovenlander heen. Maar gebruikt zijn voet. Ja, je moet ze zo ver mogelijk van de cirkel houden. Die Pakistani. Want anders zijn ze levensgevaarlijk. En ze hebben ook een behoorlijke corner. Dus als ze het doel niet vinden, dan vinden ze hun tegenstander. En dan zijn ze dus nog gevaarlijker. En dat betekent dat je ze dus al in eigen verdediging moet opvangen. Pelt, Wouter van Pelt. Makkelijk zoals hij ploeggenoot van Bloemendaal, Remco van Wijk, vindt. Maar die komt er toch niet aan. Maar dat is hoogst ongewoon. Zo consequent als de Pakistani achterin ook op de man kunnen verdedigen. Daar hadden ze vroeger de grootste moeite mee. Speelde het liefst in de zone. En ja, proberen meer doelpunten te maken dan je er tegen krijgt. Het zag er niet goed uit. Ashraf claimde dat de bal op de voet van Poortenaar gekomen zou zijn. Veen. Met zijn schaduw Mohamed bij zich. Prachtige paas, maar net iets te snel en te hard. Voor Remco van Wijk. Ja, dan moet je je goede voetje voor hebben dat je lekker kunt starten. Nou, je zou kunnen zeggen, het eerste kwartier was voor Nederland. Het tweede, iets meer voor Pakistan. Achterin is het af en toe bij Nederland gevaarlijk. Misschien nu weer. Saman. Schitterend gestopt de Bovenlander. Veen. Brinkman. Bovenlander. Ja, die kan een bal feilloos neerleggen waar hij hem hebben wil. Dat is nog link wat Mansour doet. Want Remco van Wijk heeft wel snelheid. Shabas. Ja, dat is niet handig. Gevaarlijk spel. En zo maakt de grootste technicus wel eens een foutje. Bovenlander gaat steeds meer ballen opeisen. Van de Honert, afgehouden. Ja, daar komt hij weer aan, die druk van Nederland. Langzaam steeds dichter bij die cirkel. Daar moet het toch altijd gebeuren met het hockey. Veen. Ook een gave technicus hoor.
afgehouden door Mohamed. Ja, dat doet natuurlijk Bovenlander, dat weet Brinkman. Dus die gaat ook de cirkel in. Is goed vol. Hou de bal laag, geeft hij aan. Maar het lukt hem niet, de bal klimt. Moeilijk hoor, dode momenten. Dan een bal op korte afstand inspelen, hard natuurlijk. En hem dan ook aan de grond houden. Holtmans en daarachter staande Walter Drent. Uitstekende centrale verdediger van de hockeyclub Amsterdam. Die niet aan de bak kwam omdat Holtmans het vertrouwen gaf aan Jazet, deze man. En dat heeft hij tot nu toe niet beschaamd. Echt lang kan die eerste helft niet meer duren. En als Nederland nog wat wil, dan zal er toch echt een slotoffensiefje uit moeten komen. Kijk, dat zie je zelden. Dat ook de Pakistani gaan rondspelen. Is dat de hand van meester Jorritsma? Komen er niet goed uit. Bovenland, het lijkt wel of hij overal staat. Kijk, en dan ook nog de inslaan overhouden. Oh, dat houdt hij dus niet over. Dat is vreemd, dat vindt hij ook. 3 minuten, 2 minuten nog. Van Wijk. Ja, nou gaat Nederland toch ook temporiseren. Bal in de ploeg houden. En eerst maar eens even rusten. Het is ook mooi weer. Hoge vochtigheidsgraad, ja. En dan wil je natuurlijk wel relaxed naar de rust toe. Laatste poging via die hoge bal. En weer is hij daar, Bovenlander. Rashid. Oudspeler, was assistent manager. En is dan ineens teammanager, want dat gaat allemaal heel gemakkelijk in Pakistan. Zakaoudin is verdwenen. De man die Jorritsma haalde en waarmee Jorritsma zo goed door de bocht kon. En waar het Pakistanse hockey ook veel van geleerd heeft. Maar het zijn merkwaardige lieden. Als het eerste succes dan daar is, dan hebben ze de buitenlanders niet meer nodig. En je mag ervan uitgaan dat daar ook voorlopig geen enkele buitenlander meer aan het roer zal komen. Knappe beweging. En weer is het Bovenlander die het doorziet. Daar groeit uit. Gaat per seconde beter spelen. Dat was gefloten. In die slotseconde van de eerste helft. Ja, dat is een dagje uit. Dat is duidelijk. Maar zo wordt sport in Australië altijd beleefd. Je hoort het aftellen. Elk moment kan de zoemer gaan. En dan zit de eerste helft erop. En gaan de heren rusten met een 1-1 stand. En gezien het wedstrijdverloop niet eens een onredelijke stand. During the game, anybody who does enter the playing arena will be ejected.
vraag in die tweede helft. Of Nederland in staat is die fantastische lijn die eigenlijk begonnen is bij het Zevenlandentoernooi in Amstelveen in juli. Of die doorgetrokken kan worden. Het is natuurlijk een hele lange periode om zo goed te spelen. Maar er zat een hele verstandige opbouw achter. Met niet te moeilijke interlands. Aardig oefenwedstrijden en veel trainen naar die climax toe. Ja, en dan moet je het hier waarmaken. En dat doet Nederland natuurlijk tot nu toe voortreffelijk. Want het is de enige ploeg in dit toernooi die nog steeds ongeslagen is. De bank met Roland Oltmans. Links Koos Vormsma, de manager. En klaar om te gaan spelen. Shabas en aan de andere kant Taco van der Honert. Die het tot nu toe moeilijk heeft aan het lijntje waar hij ligt bij Alam Navid. Als hij zich één keer los kan maken, ja, dan is hij natuurlijk levensgevaarlijk. Nou, die komen fel uit de startblokken, die Pakistani. Hoewel dat toch eigenlijk de zwakke kant is, die linkerkant. Met Feroze nu weer in de basis, de nummer 11. En daar is die Shabas. Die kan ineens meters maken alsof de rest stilstaat. Kijk eens, twee man mistasten. Dan moet Jansen zijn doel uitkomen. Dan is daar weer de kans voor Shabas. Maar hij kan hem niet in het doel brengen. En daarom is dit dus de beste hockeyer van de wereld. En zeker als hij de hup nog afgemaakt had. Wat een schitterende dribbel. 4-5 man voorbij. Jansen eruit. Centrale duo uitgespeeld. En dan, ja, dan stuit je op deze man die dan goed meegekomen is. Lange hoekslag. Blessure in de cirkel. Geen lucht. Beetje geteisterde ploeg toch ook wel, dat Pakistan. Shabas geblesseerd geweest. Deze man nog niet geblesseerd geweest, die centrumspits. Ashraf Kamran. Maar ook Baywa, de rechter spits die zo goed begon, die Leo Klein-Gewing toch handenvol werk gaf. Is eigenlijk pas van de week, aan het eind van de week, speelde hij zijn eerste wedstrijd. Ja, dat zijn van die dingen, die spelen je parten als je geblesseerde en zieke mensen hebt. Lange hoekslag. Bal gaat omhoog. Jazet. Stuit op Junaid. Ja, dat is een handige speler hoor. Die speel je niet zo uit. Dit is goed wat Feroze hier doet. Prachtig. Dan naar buiten. Speelt de bal goed in de cirkel en het is maar goed dat Klein-Gewing daar staat. Het is toch eigenlijk voor het eerst dat je een klein beetje nervositeit in die Nederlandse ploeg ziet. Daar is tegen Australië absoluut geen last van. Maar nu laat de verdediging toch af en toe een steekje vallen. Usman. En Jazet. Nou, die maakt geen nerveuze indruk, maar... Leo Klein-Gewing heeft nog niet zijn beste spel laten zien in deze wedstrijd. Hier is hij aan de bal. Nou, die paas komt erin staan. Maar er is weinig ruimte. Saman. Kijk. Klein-Gewing moet bij zijn man blijven en dan is dat de binnenkant. Ashraf was de bedoeling, maar Poortena zag het. Maar niet goed uitverdedigd. En dus kunnen Pakistan doorgaan via Baywa. Maar Jansen kwam goed zijn doel uit en bovendien gaat de bal achter het doel langs. Dat is een Baywa. Die man die ziek was, had een huidaandoening. Had hij veel last van en kon echt niet spelen. Nee, hij blijft in het veld, gaat voor het doel langs. Jazet. Junaid. Ja, het is een opgewonden standje. Shabas. Bemoeit zich letterlijk overal mee. Is overal te vinden ook. Zelden op de eigen helft, maar op alle andere plekken maakt hij het spel.
Goed werk van Van Wijk. Brinkman. Poortenaar. Van Pelt. Het middel op Delissen. Die hebben we in de tweede helft nog weinig aan de bal gezien. Nu dan. Kijk, dat bedoel ik. Als hij op snelheid is, dan kan hij je mannetje voorbij lopen. Van Wijk. Delissen. Kansje. Goed ingegrepen. En dan weg via Shabas. Dan zijn ze zo gevaarlijk. Uit die counter. Met een man die zoveel kan. Kijk eens, Jazet heeft handen en voeten nodig. Saman. En daar is hij weer, die centrumspits. Ashraf. En dan, die wordt afgefloten. En dat moet buitenspel zijn. Ja. Maar wat een vloeiend lopende aanval weer. Via Shabas. Dan kom je vooruit niet klaar. Dan kan je met Shabas doorgaan. Speelt Saman aan. Daar is het kansje voor Ashraf. Maar het vindt geen mededogen in de ogen van Deo. En dit is die Ashraf. Ja, zoveel druk heeft Nederland niet eerder gehad op dit toernooi. En dat betekent dus dat we de finale hebben die we verdienen, denk ik dan. Nee. Zwakke paas bovenlander, Saman. Ja, dat is nou weer zijn kracht. Die herstelt zich heel snel. Weet wanneer hij iets fout doet en springt er dan tussen. Deo fluit weer of hij het verkeer aan het regelen is. Daar moeten de Pakistanen het niet van hebben, van de lange bal. Ze moeten het hebben van de techniek, het uitspelen van een man. En in die cirkel dan gevaarlijk worden. Van de Hornet. Ook hij niet helemaal alert. Vandaar dat Shabas kan overnemen. En dan is er gevaar. Elke keer weer. Poortena zat er goed tussen. Van de Hornet. Nou mag hij het laten zien. Paas is goed. Delen ze. Klein Gebbink. Van Wijk. Vijf schakels die perfect kloppen. Te kort. En zo golft dat spel heen en weer van twee ploegen die gewoon aanvallen. Dat maakt dat hockey toch aantrekkelijk. En dat is de beker waar het allemaal om gaat. Een loodzwaar ding. En de waarschuwing voor Usman. Is het Usman? In ieder geval was het Van Wijk die te hard aangepakt werd. Deze gaan zijn 51ste interland. Zo, kijk nou eens hoe gemakkelijk die aan kan nemen, die Feroz. Dat mag dus niet gebeuren. Kan dan buitenspel zijn, maar hij neemt te makkelijk aan. De wedstrijd tegen Australië heeft natuurlijk veel kruim gekost, dat is duidelijk. En je hebt dan eigenlijk maar een dagje ertussen om je te herstellen. En dat gaat natuurlijk wel eens ten koste van de concentratie. Zoals bijvoorbeeld hier. Dit soort passes die dan wel opnieuw balbezit opleveren. Maar die in de wedstrijd tegen Australië gewoon liepen. Kijk, en dan kom je ook moment van ongeconcentreerdheid aan gevaarlijk spel. Bal die omhoog gaat. En dat zijn van die kleine tekenen dat het niet zit zoals de Nederlandse ploeg wil. Dan moet Van Wijk op gaan passen. Delissen. Ja, Shabas kijkt. Maar Pryor zag het goed. V.
Van Pelt. Veen kan meenemen en krijgt de vrije slag. Kleingebbink. Ja, Van der Hoorn het kan makkelijk aannemen, maar nu het vervolg. Dat is één. En? Ja, hij vraagt om van alles. Maar je krijgt het niet altijd. Hij deed dat handig. Was duidelijk op de loer naar een strafcorner, maar het wordt slechts een lange. Bovenlander. Aangetikt en een doelpunt. Ja, Delissen. Jonge, jonge, jonge. Wat zegt Pryor? Ho, 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 ho. Pryor moppert nog. Nee, die laat zich niet van de wijs brengen. Tegen Australië was de scheidsrechter nog om te praten, maar dit keer niet. Een ingestudeerde lange corner vanaf de hoek. In één keer via de tip in erin. En dan toch gaat Pryor hier naar Deo toe om te vragen of hij het ermee eens is. Oh jee, oh jee. Oh jee. En dus weer geen doelpunt. Nou, dat is toch bedenkelijke arbitrage. Geven, Deo die er mijlen van afstaat aan de andere kant. Maar laten we nog eens kijken. Bal komt goed in. Ja, die wordt perfect aangetikt door Delissen. Dat is een doelpunt. Wat daar fout aan is, de bal gaat ook laag over de grond. En waarom Pryor zich om laat praten, dat moet gevaarlijk spel zijn. Een andere reden valt niet te bedenken. Nou, Nederland dus weer op 1-1. En zo kun je al die patronen instuderen. Maar als ze zo gemakkelijk afgefloten worden, dan is dat natuurlijk uitermate vervelend. Weer een lange hoekslag via Junaid. Nee, is moeilijk om daaruit te scoren. Junaid. En daar komt de Pakistanse Fury weer. Ja, kan erom lachen. Fout hè, zo'n slag tussendoor. Maar het gebeurt als je veel haast hebt. Kortenaar. Kleingebbink. Zoekend, Van Wijk, buitenom. Opgewonden standje altijd, Van Wijk. Bovenlander. Ja, die komt toch goed in de cirkel hoor. Nou kan Van Wijk er wat mee doen. Wat doet hij? Niks. Dat is jammer. Nederland kiest de aanval. En ja, er ontstaan dreigende situaties. Maar vooralsnog levert het niet meer op dan een afgekeurd doelpunt. Brinkman. Koortenaar. Ja, dat lijkt mij een lange hoekslag, want dat was terugspelen. Op een moment dat het... Nee, toch nog een stik tussen gezeten. Ja, dat zijn toch aardige duels hoor, tussen die Mujahid en Remco van Wijk. Dat gaat er hard tegenaan. Schitterende paas, mooie opening van Pelt. Brinkman. Gaat Shabazz voorbij. En ook Muhammad. En dan is Van Wijk naar binnen gekomen en staat vast op het moment dat hij aangespeeld wordt. En die wissel zagen we ook in de eerste helft. Ja, dat is zo typisch een blessure die ook bij het kunstgrasveld hoort. En een bal die dan omhoog gaat en die je dan zo ineens op je vinger krijgt. In dit geval op je duim.
En als Bovenlander ze slaat, dan zijn ze hard. Een van de jongere spelers in de Pakistaanse ploeg, deze Muhammad, speelt met hem een groot aantal jongere spelers. Eigenlijk is Shabazz de grote routinier en de rest zit ver op onder de 100 interlands, behalve keeper Mansour, die zit daar ook boven. En ook bij Nederland zien we dat, een aantal routiniers, maar gelukkig ook een hoop jonge spelers die door zullen gaan in de richting van Olympische Spelen en de volgende WK, waarvan u ongetwijfeld weet dat die gespeeld wordt in Nederland, in Utrecht. Van Pelt. Veen. Met Van der Honert. Kijk eens, een scherm van Groenhemden. Heel moeilijk door te komen. Bovenlander. Shabazz. Shabazz junior moeten we eigenlijk zeggen in dit geval. Zo, die kan er ook wat van. Kijk eens, die kan uithalen. Ja, dat als dat geen doelpunt wordt. Nou, Jansen zag het en had nog rugdekking op de lijn ook. Jongen, jongen, wat een perfecte aanval. Ik moet zeggen dat ik de Pakistani uitstekend vind spelen. En Nederland heeft het moeilijk. Echt moeilijk. Kijk, de passes komen niet aan. En dan moet je terug. Zo zie je, kijk eens hoe dat weer aangenomen kan worden. Maar het gevaar geweken. Leo Klein-Gebbink. Kijk, die Shabazz junior zullen we maar noemen. Overal omheen. Nu nog Klein-Gebbink. Kijk, die staat er wel, maar die kan er ook niks aan doen. En gelukkig heeft Ronald Jansen dan tegenwoordigheid van geest. En dit is nog eens een keer die Shabazz. Dat is wel aardig, maar dan moet je hem houden. Van Pelt verliest hem en dus weer die Shabazz. Nou, het lijkt wel een geheim wapen, die man. Gevaar geweken, Brinkman. Op de stick getikt door Saman. Middenveld is een beetje weggeslagen. Achterin zie je de mannen veel aan de bal, maar op het midden is het duidelijk minder. Het lijkt erop of Brinkman, Delissen en Bovenlander de grip een beetje kwijt zijn. Nu dan misschien Delissen, Brinkman. Maar ze vinden de opening niet. Bovenlander, dat is de optie. Ja, er zit een stick tussen, dan gaat het fout. Saman zag dat goed. Saman. Ashraf. Nee, daar is niks aan de hand. Nee, dat is een perfect stukje theater. Maar Poortenaar wist wat hij deed. Kijk, en dan ga je ook fouten met uitverdedigen maken. Heel Nederland wankelt hoor. En dit keer is het hem wel. Ja. Eerste strafcorner voor de Pakistanen in de tweede helft. En dan zijn we 18 minuten bezig. Het zat erin. Erg veel druk en met kunst en vliegwerk hield Nederland de boel achterin droog. Maar nu. Belangrijk moment. Kom je hier goed door en kun je dan ook overnemen. Daar gaat het om. Saman. Prachtige redding, Ronald Jansen. Ja, die staat er. Ik zei het van de week al, in zijn nadagen de eerste man van het Nederlands elftal als keeper. En hij is er. Betrouwbaar. En ook een beul. Durft. Shabazz. Druk blijft toch. Misschien dan nu een uitbraak via Remco van Wijk.
ploeg moet zich hervinden, dat is duidelijk. En dan moet je rugdekking hebben, zoals hier. Als iets fout gaat, dat je meteen de man erachter hebt. Delen ze was daar. Klein Gebbink. Neemt de verkeerde optie. Nou, heeft geluk. Nou, dan lijkt het erop dat Termenoyer weer in het veld gaat komen voor Remco van Wijk. En een blessure voor Muhammad. Ja, daar zit een scheurtje in zijn vinger. En de man daarnaast is Rens Reisenbach, de Nederlandse fysiotherapeut die Hans Joritsma onvoorwaardelijk volgt waar hij naartoe gaat. En dat betekent dus in dit geval dat hij na dit toernooi ook naar Nederland zal terugkomen. Ja, de Nooier in het veld voor Remco van Wijk. En er zal natuurlijk ook een vervanging komen voor Muhammad. Ja, Jazet ziet het aan zijn gezicht. Is niet blij met wat hij weggeeft. Pases komen er niet echt goed uit. Squafat. Nummer 16 is er dus ingekomen voor Muhammad. Van Pelt. Dat is goed, Brinkman. Ja, en weer doorzien. Speelt die ploeg alert, de Pakistani. Uitstekend. Shabazz. Saman. Let op wat er loopt, die centrumspits. Maar er komt ook deze man, die Squafat. Nou, dat is perfect afgestopt door de Nederlandse defensie. Dat was misbaar, maar dit klopte. Teun de Nooier. Moet om die nieuwe man heen, om Malik Squafat. Komt daar niet lekker uit. Nederland is daar niet aan gewend dat er zo nadrukkelijk op de man gespeeld wordt door de Pakistani. De bovenlander zat er goed tussen. Biedt zich ook weer aan, maar erg kort allemaal. Reisenbach aan het werk om dat vingertje weer in orde te maken. En Stefan Veen, we hebben nog niet erg veel van hem gezien vandaag. Kijk, allemaal van die dingen die fout gaan. Moet Van Pelt het met kunst en vliegwerk herstellen. Maar Pakistan blijft in balbezit. Shabazz. Ook hij af en toe in de fout. Beetje toch gebrek aan zelfvertrouwen als je zoals JAZ de ballen zo gaat spelen. Om je tegenstander zo ver mogelijk in eigen verdediging terug te drijven. Dat betekent dat je het in ieder geval niet via het middenveld lukt. En dat zie je, Delissen wordt weggespeeld hier. Paas van Squafat. En Poortenaar weer de rots in de branding. Brinkman. Veen. Kijk, die moet al terug. Ook hij komt de ballen al op de eigen helft ophalen. Bovenlander. Ja. Dat lukt dan natuurlijk allemaal niet. Baywa. Klein Gebbink. Ja, doet hij goed. Bovenlander. Ja, perfect. Speelt één man uit. Nu de paas. Klein Gebbink zit een stik tussen, maar delen ze voor de rugdekking. Komt er niet aan. Komt net iets te kort steeds. Nee, er is al gefloten.
ondanks de inzet van Shabazz. En hij weet het. Maar Pakistan blijft de gevaarlijke ploeg in de tweede helft. Kijk, blind pasen, gewoon weten dat Shabazz er is. Ja, de Pakistani spelen voortreffelijk hockey. Van de Hornet. Delis is naar voren opgeschoven. Ja, dan is de rechtsbuiten er niet. Stefan Veen. Poortenaar. Ja, die speelt goed. Die speelt zeer goed. Teun de Nooyer ervaart daar dat het spelen tegen zulke toppers toch iets anders is dan een competitiewedstrijdje. Brinkman, ja dat zou hem kunnen zijn. Twee man. Nee, weer eens delen ze te laat. Ja, dat zijn van die kleine momenten waarin je ziet dat de ploeg niet helemaal lekker in het vel zit. Dat zag hij goed. Veen neergehaald. Ja, dat is dat laatste had hij misschien niet moeten doen. Een beetje te veel misbaar, maar er was al gefloten. We kijken nog eens een keer. Het wordt natuurlijk hard aangepakt. Ja, dat is gewoon haken wat Navita doet. En dan moet je, ook al is het niet in de cirkel, het is binnen de 23, dan moet je een strafcorner geven. Vierde voor Nederland. Mansour op de lijn. En Pryor die kijkt of er niemand te vroeg uitloopt. De kans om dan misschien toch het tij te keren. Bovenlander. Nee hoor, via de stick van Usman, de nummer 7, die geweldig uitliep. Ja, ja, het wanhopige gebaar van Oltmans. Zo'n bal moet er toch eigenlijk in. Is wat Oltmans denkt. Nou, daar wordt op voordeel gespeeld. En goed. En daar is hij weer, Shabazz. Je hebt na zo'n corner altijd een mannetje meer in de aanval. En dat is een voordeel als je het snel speelt. Ja, niet goed afgemaakt. En dus kan Nederland terugkomen. Maar misschien heeft die corner wat zelfvertrouwen gegeven. Goed, Veen. Vrije slag. Van de Hornet. Wanneer gaan wij een voortreffelijke solo van hem zien? Die paas is goed. Dat is duidelijk. Maar de Nooyer was er niet. En dan gaan ze weer. Het golft op en neer werkelijk. Junaid. Ja, die kan wel een balletje vasthouden hoor. Kijk eens, vier man pakt hij. Ashraf. Twee spelers die elkaar in de weg lopen. En een Nederlander delen ze die even blijft liggen. Het spel gaat door. Van Hornet. Ja, dat is fantastisch wat hij daar doet. De Nooyer in de 23. Nee hoor, komt niet weg. Usman neemt over. Saman en Usman. Baiba. Kijk eens wat een kans en wat een redding van Ronald Jansen. Ja, ja, dan mag je dat zo doen. Op de inzet van Baiba. Nogmaals die actie. Stefan Veen daarbij. Om iedereen heen, Shafkat, dan Baiwa en daar is dus de keeper Ronald Jansen. Ja, die moet je er dan doorheen trekken. Leo Kleingebbink in duel met Mujahid. En dat wint hij. En dus is het wachten op Bovenlander, daar komt hij aan. Nou, niet al te veel oranje hemden in de cirkel. Ja, een schijnbeweging maken. Dat is natuurlijk allemaal aardig, maar in dit geval gaat dat natuurlijk niet echt op. Is het gewoon proberen in te tikken en weer gaat de bal de lucht in en weer is het dus gevaarlijk spel. Bovenlander weet het. Het is mijn laatste wedstrijd voorlopig en misschien wel helemaal. Dus hij moet nog wat laten zien. Maar voorlopig is deze man aan de bal, Shabazz.
Saman. Leo Klein-Gebbing, wat verkijkt hij zich daar weer, Baywa. Oh, en wat een ongelofelijke kans voor die centrumspits, voor Ashraf Kamran, om er 2-1 van te maken. Maar opnieuw wordt de Nederlandse defensie zoek gespeeld. Saman, de onderschatting van Klein-Gebbing om die bal gewoon te pakken. Baywa en de misser van Ashraf. Minuutje of 10. Van de Hornet. Dus achterin, hè, dat betekent dat er voorin eigenlijk alleen Stefan Veen nu te vinden is. Shabazz, gaat hij weer. Ja, je kunt je vaak alleen maar met een overtreding afstoppen. Het slotoffensief van Nederland. Gaan we dat nog zien? Minder dan 10 minuten te spelen. Jazet. Nou, linkerpaas, maar het gaat goed. Van Pelt. Veen en Brinkman. Van de Hornet op een eilandje. Nu aannemen. Dat doet hij. Altijd 2 of 3 man voor zich en zijn schijnbeweging wordt doorzien. En dus kan Pakistan weer. Altijd Shabazz erbij, die nummer 9. Wat een dekselse vent. Saman. Kijk eens, er komt geen Nederlandse stik aan te pas. En het afmaken is gewoon slordig. Veen. Dat moet in zijn eentje 2-3 man nemen, dat gaat natuurlijk niet. Het middenveld is er al lang niet meer. Daar loopt iedereen overheen, ook Junaid. Jazet legt de stick goed plat en dan precies op het goede moment wordt de bal doorgespeeld naar Ashraf. Die gaat om alles heen. Ja, nou, dan komt Nederland goed weg. Weer omdat Ronald Jansen goed het oog in had. Jongen, jongen, wat heeft Nederland een geluk dat het nog steeds in de wedstrijd zit. Junaid op Ashraf. Ashraf, kijk. Zet goed voor en dan is het weer Jansen die er net even aan zit. Nee, de Nederlandse defensie wankelt. Wie had dat verwacht dat Pakistan zich na die Aziatische Spelen zo geweldig zou herstellen? Van de Hornet. Eén actie van hem en de wedstrijd is misschien nog beslist. En ook Teun de Nooyer kan in dit geweld weinig laten zien terwijl we daar Jeroen Delmee klaar zien staan om in te vallen. Veen. Kijk eens, alles lukt dan, hè. Raheem. En weer is het Jansen die zijn doel uitkomt. En die zou de man onderuit gehaald hebben, strafcorner. Ja, je kan alles zeggen van Deo. Maar wat die zegt, gebeurt zijn wil is wet. Weer was het overwerk achterin. Brinkman probeert het nog. Kijk, en daar is dat moment. Nou, of hij hem aanraakt is voor mij de vraag. Maar goed, Deo spreekt je niet tegen. Tweede corner voor Pakistan in de tweede helft. En wordt het de beslissende. Want wie nu wint, dit doelpunt maakt, die wint de wereldbeker. Dat kan bijna niet missen. Afschuiven. En weer is het de Nederlandse defensie die dat dan toch in dit geval goed opknapt. We kijken nog eens. Baywa die aanslaat. Schijnbeweging, Saman. En dan gaat de bal naast het doel. Nou, Nederland mag niet mopperen. Heeft in de tweede helft zelf aanmerkelijk minder aan aanvallen laten zien dan de Pakistani. Die het middenveld volledig overklassen. En in de aanval het geluk hebben dat
of eigenlijk de pech hebben, zou je zeggen, kunnen zeggen, dat hun schoten niet aankomen of dat Ronald Jans in de weg staat. ...33 minuten gespeeld. Dus de tijd dringt nu heel erg. Delen ze. En anders gaan we aan de strafballen beginnen. Daar gaat hij weer. Shabas. Nee, dat is niet Shabas. 30ste minuut. Dit is Shabas. We hebben er nog 5. Je zou de tel kwijtraken met zo'n ongelofelijke stortvloed van Pakistanse aanvallen. Kijk, dan toch eens hoe goed allemaal. Saman die inzet. Nou, dat had het doelpunt moeten zijn van Ashraf. En weer tikt hij te zacht in. Kijk, dat kan ook gebeuren. Een nieuwe stik voor Erik Jazet. Ja, dan is het natuurlijk zoeken naar je eigen maatje. Niet zomaar een stok aannemen. Dat is mijn zak en daar moet dus mijn stik uitkomen. Jazet terug naar zijn achterste positie. En u ziet ook hoe nat dat veld is. En dat moet ook. Younaid en Navid bij de bal. Nee, is niet goed wat Shabas daar doet. Speelt te soepeltjes in. Ja, en Nederland laat zo'n bal graag gaan, want je krijgt bijna de indruk dat ze al genoegen nemen met die 1-1. En denken, wij komen toch nooit aan het doelpunt, laten we hem op de strafballen gokken. Leo Kleingebbink, ja die heeft haast. Van de Hoornert. 1 bevlieging van hem. Veen, ja dat is dan te gehaast. En Veen was ook niet echt aan zijn lijntje vastgeplakt in dit geval. Even een blik op Ahmed Alam, de reservekeeper van Pakistan. En dat is Jeroen Delmee. Goed aangenomen, Leo Kleingebbink. Nou, wat haalt hij daaruit? Wat haalt hij daaruit? Ja. Van de Hoornert claimt de strafcorner, blijft dan praten en ze weten hoe snel of die Pakistanen uitkomen. Zek Bovenlander ook, haalt achter zijn man aan, dat hebben we niet veel gezien op dit toernooi. Saman. Baiwa. Goed hoor. Van Pelt, maar ja, dan toch raakt hij de bal weer kwijt. Opnieuw Saman. Zet goed voor. En weer is het de klomp van Ronald Jansen. Die toch het nodige gevaar heeft gekeerd voordat die Ashraf, die weer bij hem stond, het af kon maken. Gevaarlijk spel, vrijslag Nederland. Zien we ineens dat Wouter van Pelt op links staat. En Jeroen Delmee dus op de andere kant. Oeh, dat loopt goed af. En lijkt het erop dat de man die gewisseld is, dat Mark Delis is. Ja, die zie ik inderdaad niet meer lopen. Vandaar dat Jeroen Delmee als rechter vleugelverdediger speelt en Van Pelt naar de andere kant is geschoven en Leo Kleingebbink opgeschoven naar het middenveld. Nee, daar is Mark Delen ze wel. Dan is er dus een verdediger bijgekomen en is de linker vleugelspits, zowel Van Wijk als De Nooyer, zijn gesneuveld. En Kleingebbink is naar voren gegaan. Ja, je moet natuurlijk ook een beetje rust nog in die verdediging zien te houden in die laatste fase. Bovenlander. Ja, en dan klimt zo'n bal weer. En dat heb je als je je dag niet hebt.
Nou, lang kan het niet meer duren. Vrije slag voor Nederland. Laatste minuut. Brinkman kan er niet aankomen. En weet dat hij terug moet. Foute paas. Ja, moet je daar gebruik van maken. Maar Unite pakt Veen heel gemakkelijk de bal af. En dan gaat hij weer. Shabas. Wat een wereldhockeyer. Die moet in staat zijn om alleen de wedstrijd te beslissen. Doet hij gelukkig niet. Maar het is nog niet geweken, het gevaar. Saman. En Poortenaar. Uitblinker aan Nederlandse kant. Dat is duidelijk. Kijk, en dan ook nog meegaan in de aanval. Pak de paas van Veen. En dan is het buitenspel van Taco van der Hoornet. Die een ongelukkige wedstrijd speelt. Zoals ook zijn aanvoerder Mark Delissen. Die daar er doorheen zit. Dat is duidelijk. Kijk hem lopen daar achter in je beeld. Het is 1-1. En dat is ook de eindstand. En daar mag Nederland heel blij mee zijn dat het de kans krijgt om in de strafballenserie te proberen alsnog de beker mee naar Nederland te nemen. De spelers zijn kapot, weten dat ze het heel veel geluk gehad hebben. Zeker in de tweede helft met die stortvloed van Pakistaanse aanvallen. Je ziet het hier ook aan Baywa. Hij schudt zijn hoofd. Als wil hij zeggen, ja, we hebben zoveel kansen gehad. Als je ze laat liggen, verdien je ook niet om te winnen. Ja, Bovenlander en Unite, die kennen elkaar minstens 10 jaar. De handjes over en weer. Want nu krijgen we natuurlijk een heel ander spel. En wat met name heel boeiend zal worden is of Roeland Oltmans zijn keeper Ronald Jansen laat staan. De tweede keeper, Erik Jan de Rooij, is een geweldige verdediger op de strafballen. Dat bewees hij tijdens de Europa Cup in Barcelona. Ik meen een jaar of drie geleden, toen hij in de finale ook daar de meest onmogelijke ballen hield. En uiteindelijk zorgde dat Bloemendaal in de heksenketel van Terrassa daar de Europa Cup won. Het zou me niet verbazen als Oltmans zou besluiten om dat te doen. Oltmans die hier praat met Taco van der Hoornet. Want ja, de volgorde staat natuurlijk vast. Hoe die 5 strafballen genomen worden. Maar ja, als iemand zich niet lekker voelt, of niet goed in zijn vel steekt, dan zou het kunnen zijn dat je nog wat wisselt. Het is zwaar geweest, dat zien we. Kijk, Shabas, ook volledig gevloerd. Reizenbach ook daar weer bij. Grote vriend van Shabas. En als Bovenlander op één knie zit, dan zit hij er doorheen. Daar kunt u zeker van zijn. Want wat wil zo'n man natuurlijk? Hè? Die wil in zijn voorlopig laatste interland, zijn 226ste. En wellicht zijn allerlaatste interland. 208 goals, daar staat hij op. Had natuurlijk vandaag die 210 willen bereiken, maar het heeft er eigenlijk geen moment in gezeten. De redder. Jansen met Poortenaar, de meest opvallende speler aan Nederlandse kant. En die man met dat rode petje op en nummer 13. Dat is die reserve doelman Erik Jan de Rooij. De volgorde van wie de strafballen gaan nemen wordt door Koos Vormsma doorgegeven. En daar op de rug met het groene shirt Rob Lathouwers, de Nederlandse scheidsrechter. Die gezien zijn leeftijd moet stoppen met internationaal fluiten. Dat ook wil. Maar gevraagd is om 2 jaar door te gaan. Hij heeft er overigens nee op gezegd. Ja, dit is natuurlijk een zenuwentoestand. En de vraag is wie daar het rustigst onder blijft. De ijsberende man in het midden is in ieder geval Roeland Oltmans. Veen zit er doorheen. Van der Hoornet zit er doorheen. En hier, bij deze mensen, kan het niet lang genoeg duren. Wat een feest. Nou, Shabas zit weer overeind.
met het drinkflesje Martin Eikelboom. Ging van Hattem naar Amsterdam. Ook hij een groot talent. Keeper Jansen. Gaat hij het doel verdedigen of niet? Ik denk het wel als ik er zo naar kijk. Speler van Oranje-Zwart. Kwam eigenlijk als tweede doelman. Riep op zijn 30 jaar, want dat is hier inmiddels. Ja, maar daar kom ik niet voor. Ik wil eerste man zijn. En bewees dat vervolgens door alle andere keepers op afstand te spelen. Gewoon de eerste keus. En HGC-keeper Bart Looyen weet daarvan. Die had gehoopt die eerste plek te krijgen. Hij kreeg hem niet en trok zijn consequenties. Met als gevolg dat Erik Jan de Rooij de tweede keeper van Nederland is. Delissen, hij kan een strafbal nemen. Maar hem ook wel eens missen. Dat hebben we wel gezien. Ook op belangrijke momenten. Bovenlander kan hem ook nemen. Zo te zien gaat Jeroen Delmee dat ook doen. En Taco van der Honert zie ik daar. En Jacques Brinkman. Dat zouden de vijf voor Nederland kunnen zijn. De dag voor Nederland in de halve finale tegen Australië moest spelen. Is er nog geoefend op die strafballen. Omdat je maar nooit weet. In de pool. Is winst, verlies of gelijkspel natuurlijk geeft geen aanleiding tot het nemen van strafballen. Maar de kruisfinale en de finale natuurlijk wel. Juist. Ronald Jansen, de man in vorm. En aan de andere kant Mansour. Of hij in vorm is, hebben we eigenlijk nauwelijks kunnen zien. Want hij heeft niet echt veel te doen gehad. Vier corners over de hele wedstrijd voor Nederland. Dat bewijst al dat het in de cirkel van Pakistan geen spervuur geweest is. Boeiende man deze keeper. Mansour. Heeft alle stormen doorstaan. Die zich in het Pakistanse hockey zo vaak voordoen. Het zou me niet verbazen als bij die strafballenserie ook de rol van Hans Jorisma. Die u overigens helemaal niet gezien hebt. Want hij zit dus ook niet op de bank. Die plaats heeft hij afgestaan aan Rens Reizenbach, de fysiotherapeut. Want die is natuurlijk veel belangrijker dan iemand die toch eigenlijk niet veel meer mag zeggen. Het zou me niet verbazen als die Jorisma ook hard geoefend heeft met zijn Pakistanse ploeg op die strafballen. En El Cifleto. Deo, de Spaanse scheidsrechter. Een aristocraat, zo'n man met die grote dikke sigaren na afloop. Maar wel een absolute autoriteit. En als je hem tegen hebt, dan weet hij je te vinden. Dus meestal praten spelers niet veel tegen hem. Wat ze bij de meeste scheidsrechters durven, zullen ze bij hem niet doen. Shabas als eerste tegenover Ronald Jansen. De minuten van de waarheid zijn nu aangebroken. Want hier begin je gewoon op nul. Maakte het enige doelpunt in Lahore 4 jaar geleden toen de Pakistanen met 3-1 van Nederland verloren. Wacht op het fluitje. En de eerste man is Shabas tegenover Jansen. En die zit erin. Altijd fijn als je mag beginnen, want de druk ligt nu in ieder geval op je eerste tegenstander. Jansen pakte de goede hoek, maar de bal was te snel. Van der Honert, eerste man tegenover
Manzoor. En hoe zit Van der Hoorn in zijn vel? Ik zei het u gedurende de wedstrijd. Hij was niet in zijn element. Hij heeft zelden laten zien over welke fabelachtige techniek hij beschikt. Hij kon niet meer dan één keer een paar man uitspelen. En voor de rest kwam hij nauwelijks aan de bal. Fel op de huid gezeten als hij was de Alan Navid. Maar nu dan. Hij kan nog veel goed maken. Met deze bal. Ja, hoog in het dak. 1-1. Ja, dat doet hij toch erg cool. En hij is er blij mee. Je ziet ineens dat gezicht opleven. He, nou heb ik wat goed gemaakt. Ja. Mooi ook het Oranje Legioen achter de doel. En dat is nooit verkeerd om mee te hebben. Jansen en Shabas. De man die Verozen verving en dat op zo'n manier deed dat we Verozen niet meer teruggezien hebben. Jong ventje, 21 jaar. Tegenover deze 30-jarige Jansen. Pakt hij hem? Hij pakt hem niet. Mooi in de hoek, 2-1 Pakistan. Hij zit weer in de goede hoek hoor Jansen, dus wie weet is hij één keer niet alleen in de goede hoek, maar ook snel genoeg. Voorlopig staat Nederland 1 doelpunt achter. Flop. Floris-Jan Bovenlander. Misschien zijn laatste actie in het internationale hockey. Dat moet een goede zijn. En dat is het niet. Wat een drama voor Floris-Jan Bovenlander. 208 doelpunten in 226 interlands. Hier had hij moeten scoren. Dit was de bekroning van een fantastische carrière. En nu mist hij. En moet hij hopen dat Manzoor ook een fout maakt. Hij speelt hem volstrekt naast het doel. Pijnlijk moment. Voor deze grote hockeyer die aan de basis heeft gestaan van zoveel internationale successen voor de Nederlandse ploeg. Saman. Met zijn 25 jaar toch een routinier in de ploeg van Pakistan tegenover Jansen. Die moet die bal stoppen, want anders weet ik het niet meer. En hij gaat weer in dezelfde hoek. En Pakistan heeft er 3. En Nederland, u ziet het, pas 1. Dus het wordt nu heel moeilijk. Geschenk voor kans voor Ronald Jansen. Ja, en dan zullen misschien sommige mensen roepen, waarom staat Erik-Jan de Rooijer dan niet in? Want die stopt zijn bal misschien wel. Dat zullen we nooit weten. Wel weten we dat Mark Delissen de laatste is die de kans kan houden voor de Nederlandse ploeg. Dat doet hij goed. 3-2. Heel knap, gecamoufleerd. Manzoor gaat zelfs naar de verkeerde hoek. De halfspeler Mohammad Ousman. Als hij scoort wordt het 4-2. Ja, Van Pelt en Poortenaar kunnen niks doen, alleen maar afwachten. Ousman, Jansen. En ook die gaat erin. Het is 4-2.
ze perfect, de Pakistani. Kan niet anders zeggen. ...27 wedstrijden op rij is de Nederlandse ploeg ongeslagen. Komt hier het Waterloo. Als Brinkman mist of als de bal gestopt wordt, is het afgelopen. De Utrechtenaar in Amsterdamse dienst. Jacques, Brinkman en Mansour. Oh, wat een mooie. Hij legt hem erin en houdt dus nog de opening. 4-3. Ja. En wat is nu het lot voor de Nederlandse ploeg? Een fantastisch toernooi. Iedereen vond het de beste ploeg. Daar was men het allemaal over eens. Maar deze Schafpad heeft nu de mogelijkheid om de overwinning en die grote beker mee naar Pakistan te nemen. Wat 4 jaar geleden in eigen huis niet lukte tegen de Nederlanders, kan nu ver weg in Sydney wel. Mohammad Shafqat, als hij raak schiet, is het gebeurd. Oh, wat een blunder van die Shafqat en wat komt Nederland goed weg. Het blijft 4-3. En Jans is blij. Hij heeft er niet eens veel aan hoeven doen. Maar misschien is het wel toch dat imponerende grote lijf in het doel waar Shafqat verleiden om zo slecht in te schieten. Hij raakt de bal gewoon niet goed. Nederland leeft nog. Nederland leeft nog. Maar heeft natuurlijk nog een doelpunt achterstand. Dus moet Jeroen Delmee, de invaller, de wisselspeler, de bankman, moet raak schieten. Zoon van Harry Delmee, ook een hockeycoach. Hij houdt zich bezig met de keeperstraining. Onder andere van Ronald Jansen. Hij heeft weinig gespeeld, Delmee. Is dat een nadeel? Ja, dat is een nadeel. Want de Mansour houdt de laatste strafbal. En Pakistan wordt wereldkampioen. 8e keer dat dit toernooi gespeeld wordt. En de 4e keer dat Pakistan wint. En laten we wel zijn, Nederland heeft een goed toernooi gehad. Maar was vandaag echt een maatje te klein voor een perfect spelende Pakistaanse ploeg die terecht dit wereldkampioenschap wint. Al was het dan met de laatste klap. Nogmaals, Delmee en Mansour de held. En u kunt u voorstellen hoe deze jongen zich voelt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Floris-Jan Bovenlander. En Mansour, natuurlijk, zo'n keeper gaat op de schouders. Dat kan niet anders. En iedereen mag dan natuurlijk het veld op. Het is feest. Maar niet in het Nederlands kamp. Daar is het zeker geen feest. Wat een bitter afscheid voor Bovenlander. Die zo'n geweldig toernooi speelde. De bouwstenen in 100 dagen neergelegd om tot een goede prestatie hier te komen. Die wordt op de allerlaatste dag wordt die muur geslecht. U zag Jacques Brinkman gedesillusioneerd. Met een shirt voor het gezicht. Dat hoort allemaal bij topsport. Emotie, heroïek en dramatiek. En dit keer is het voor de Nederlanders drama. En natuurlijk, zilver, tweede plek. Het mag er zijn. Verdiend. Nederland heeft een geweldig toernooi gehad. Maar wat hadden ze graag dat goud gehad? En wat had Ronald Jansen graag op die schouders gezeten? Of zoals deze man, Junaid. Wat had Bovenlander dat graag gewild? Voordat hij voorlopig naar Chicago vertrekt om daar zijn studie biologie af te maken. Mark Delissen loopt daar door het beeld. Ook hij gedesillusioneerd. Als je zo dichtbij bent en je moet het dan laten liggen. Dat is sport. Dat is sport met alles wat daarbij hoort. Veel emotie. Ousman, ook hij op de schouders. Ja, even zijn de Pakistani alle strijd die er in hun eigen land is vergeten. Tussen de verschillende volkstammen die men daar kent. De Sikhs. Fijn, u weet het allemaal. Maar hier absoluut niets aan de hand. We zijn één volk en dat is altijd als het goed gaat. Mujahid, ook hij op de schouders. En men schreeuwt Munawar, Munawar.
De overwinning is voor Pakistan. En Shabazz, de vriendelijke jongen uit Faisalabad. Moses Nazreen, mij op mijn kant en op mijn hockey ko pasand karne wale aur mohabbat karne wale Shaikh. En u begrijpt, het interview gaat met hem, alleen het is in een prachtig Pakistaans dialect en dus wat moeilijk voor ons te verstaan. Eén ding is zeker, dat deze heren allemaal ongelooflijk blij zijn met de winst van die enorme beker. Sami bhai, is wakt mujhe jo khushi ho rahi hai, main wo bayan nahi kar sakta, bayan se bahir hai. मैं समझता हूं कि ये जो जीत है ये पाकिस्तान हॉकी टीम की ही नहीं पाकिस्तान की عوام की पाकिस्तान के वजीर आजम की और पाकिस्तान के सदर की भी है और मैं ये भी कहूंगा कि लड़कों ने मेहनत की लेकिन عوام की दुआएं जो थीं वो हमारे साथ थीं हमें इस चीज का बखूबी इल्म था कि عوام हमारे लिए बहुत दुआएं कर रही है और अल्लाह ताला ने हमें आज जो है वर्ल्ड कप जीतने की हिम्मत दी जिस तरह शहबाज आज आपकी टीम खेली वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था शुरू से और खास तौर पे जो दूसरा हाफ काफी डोमिनेट किया तो हमें उम्मीद थी कि काफी बेहतर आप इंशाल्लाह आइंदा भी क्या कोशिश करेंगे टीम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे जी पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है इसी तरह जीतती रहे ताकि पाकिस्तान में इसी तरह हॉकी का जो जज्बा है वो पैदा होता रहे और ये कि इस वक्त जो हमें खुशी है वो बयान से बाहर है और मेरे ख्याल में जो मैच में परफॉर्मेंस है लड़कों की वो इंतहाई अच्छी है ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं वो बिल्कुल हमारे साथ थे वो कहते थे अगर हॉकी किसी को खेलनी आती है तो वो पाकिस्तान की टीम है बहुत बहुत शुक्रिया और एक दफा फिर मेरी तरफ से और हमारे तमाशाइयों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक Dat prachtige gezicht, dat mooie Homebush Center, Sportcenter, waar straks de Olympische Spelen gehouden worden in 2000 met deze Pakistani die volkomen uit de bol gaan. Als we het toernooi nog eens even terugpakken, dan zijn er eigenlijk weinig verrassingen geweest. Vier ploegen die bij de laatste vier kwamen, Duitsland, Pakistan, Australië en Nederland, blijven dus gewoon de rechtsorde bepalen. Het gaat alleen om de volgorde bovenin. En bovenin is het dit keer Pakistan geworden. En ja, als je het allemaal samenvat, na een schitterende overwinning op Australië en een eigenlijk heel goede partij vandaag tegen Nederland, die ze dan inderdaad pas met de laatste klap beslist zagen, is het terecht. En de spelers van Nederland, die zoeken troost bij elkaar. Jeroentje Del mee, want dat zeg je in zo'n geval voor de nieuwlichter in de Nederlandse ploeg, wordt daardoor de boomlange Jazet omarmd. En hier, ja, aan de andere kant is de vreugde van Mohamed Ousman. En dat moet je natuurlijk doen voor je fans. Met vooraan klappend, Poortenaar verdient een pluim voor zijn spel vandaag. Was de beste speler aan de Nederlandse kant. Hij weet het ook, geloof ik. En Mark Delissen, die ongetwijfeld daar wat familie heeft staan. Even naar de kant. En dan, ja, naar die huldiging. Del Mee getroost door Van der Honert en Jazet. Ja, want ook daar kun je natuurlijk over nakijken. Moet je dan een speler van de bank de strafbal, zo'n belangrijke strafbal, laten nemen? Ja, ik denk dat Oudmans gelijk heeft. Want natuurlijk is daar maanden op geoefend en stond die volgorde allang vast. Ongeacht het resultaat, dat was het aantal wat in ieder geval die vijf man moesten de corner gaan nemen. En dit is Oudmans. Is hij vrolijk? Dat zullen we horen. Hoe is zijn reactie? Roland Oudmans, er zijn er leukere momenten om geïnterviewd te worden. Dit moet een hele harde slag voor je zijn. Ja, dat is duidelijk. Als je nog in 3 minuten geleden de wereldtitel voorspelt, dan is niet het fijnste moment om met je te praten. Hè. Strafballen brachten uiteindelijk de beslissing, maar het was zeker niet de beste wedstrijd van het Nederlands team. Nee, we hebben eigenlijk goed gespeeld totdat we met 1-0 voorkwamen. Daarna een stukje in de eerste helft eigenlijk het initiatief weggegeven, door je opgepikt aan het eind van de eerste helft. Maar de tweede helft hebben we inderdaad slecht gespeeld. Hoe kwam dat, denk je? Ze oogden nerveus. Ja, dat is altijd zo. Hoe komt dat?
We halen ons niveau niet en waardoor dat precies komt is moeilijk te zeggen. Het belangrijkste was dat het speelveld niet meer zo klein hield als we in het begin wel hebben gedaan. Ik denk dat het een belangrijke oorzaak was en waardoor het precies komt, dat kan ik op dit moment niet beoordelen. En het moet gezegd, Pakistan speelde gewoon een hele goede wedstrijd. Ja, met name de tweede helft hebben ze goed gespeeld. Was er ontzettend veel zelfvertrouwen vooraf? Nou, dat is gewoon een gezonde dosis zelfvertrouwen. We hebben nog maar 27 wedstrijden niet verloren. Dit is zelfs de 28e, want zelfballen dat telt niet mee in die reeks. En dan is het terecht dat je zelfvertrouwen hebt. Maar op deze manier verliezen met strafballen is een stuk vreselijk. Nam je een heel groot risico door Jeroen Delmee, de jeugdige Jeroen Delmee, die laatste strafbal te laten nemen? Nee, Jeroen op de trainingen legt hij ze al precies allemaal waar hij moet nemen. Dat is helemaal daar niks mee te maken. Er was iemand anders die hem niet wilde nemen. Nou, dat staat Jeroen er, die zet, dan doe ik het klaar. Dat is moedig en je ziet dan dat zelfs de grote bovenlander op dat moment ook kan falen. Ja, het zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Dus het gaat heel vaak goed en het gaat ook wel eens een keer mis. Het is heel triest. Maar nogmaals, we hebben over de hele linie gesproken, goed toernooi gespeeld. Dit is een enorme teleurstelling. Maar we gaan de komende jaren keihard werken om dan in dat land daar het maar beter te doen. Roland, bedankt. En als je dan zo'n Oldmans hoort, dan kun je je voorstellen dat hij liever dat interview niet meteen na de wedstrijd geeft. Getekend, hij weet, het is uiteindelijk dan allemaal net voor niks, dat laatste stukje misje. Maar dit is dus wat er gebeurd is. Pakistan krijgt het goud, Nederland het zilver en gastland Australië het brons. Ook de Australiërs zijn inmiddels op het veld gearriveerd voor de ceremonie protocolair, voor het uitreiken van die wereldbeker bij deze 8e wereldkampioenschappen. Ja, het was duidelijk wat Oldman zei. Zo'n keuze voor Delmee, zo gaat het in de sport. Iemand zit niet lekker in zijn vel, durft het niet. En dan staat een ander klaar die zegt, dan doe ik het. Ja, en dat kan fout. En het ging fout. Ja, dan moeten er wat mensen van het veld. Want ja, bij zo'n officieel deel wil men toch alleen de spelers zien. Maar kijk deze vrolijke klanten er maar eens af. Daar hebben ze zo lang op gewacht, op een groot resultaat. Tuurlijk, Champions Trophy is aardig. Die ze dus dit jaar wonnen. Maar wat veel belangrijker is, is zo'n wereldbeker. En eindelijk hebben ze dat weer. En ja, dan krijg je ook dit. De Bobo's hebben dan gelijk. Dit is overigens Sakko. Nee, dat is Sammy Ula. Dat is een oud international die kennelijk bij het commentaarteam boven op de tribune zit. Commentaarteam van de Pakistanse televisie. Pakistan, één volk, één land. En dat is natuurlijk makkelijk bij een overwinning. Daarnaast de grote Farouk, een van de meest interessante journalisten van de wereld als het over hockey gaat. Hij weet alles. Prachtige man. En het feest gaat natuurlijk door. En Sydney is een prachtige stad, dus dat feest zal ongetwijfeld heel lang doorgaan. En u hoort het, de ceremonie protocolair wordt aangekondigd in het Pakistaans. En de vraag natuurlijk of ze alsjeblieft van het veld willen gaan. Want daar ergens zal toch die huldiging plaats moeten vinden van hun team. Ja, krijg ze er maar eens af. The tournament directors have announced, unless the ground is cleared within 5 minutes, the presentation of the World Cup trophy will be made indoors. Nou, dat is duidelijke taal. Als deze heren nu niet het veld verlaten, en daar hebben ze nog 5 minuten voor, dan zal de bekeruitreiking niet hier plaatsvinden, maar indoors. Dus dat betekent waarschijnlijk in het spelershotel. En dat zou voor ons ook jammer zijn. Dus nog maar eens een keer een Pakistaanse tolk er tegenaan gegooid. Nou, komt er beweging in? Ja, het lijkt erop alsof men begrijpt dat het toch eigenlijk leuker is om die ceremonie protocolair op het veld te hebben en niet in een hotel waar ze toch niet bij mogen zijn. Het is allemaal goed bedoeld, maar met het oog van de wereld erop zouden we natuurlijk graag willen dat ook wij mee kunnen kijken
naar het uitreiken van die grote beker. En om nog één keer die gezichten te zien van die verslagen Nederlandse ploeg. Die zo hard gewerkt hebben en vlak voor het gaatje het net niet haalden. Mooie triomf, uiteindelijk natuurlijk ook voor Hans Jortsma. Die dan niet meer op de bank mocht zitten, maar toch een groot aandeel gehad heeft in met name het tactische concept waarmee Pakistan speelde. En in het benutten van dode momenten. En dan bedoel ik de strafcorner. En ik ben er bijna zeker van, ook de strafballen. Wat er moet gezegd, op die ene fout na namen ze toch wel erg makkelijk. En dat zijn de Nederlandse fans. Ja, die hebben weinig reden om een feestje op het veld te vieren. Bob Davidson in het groene shirt met daarnaast Wouter van Pelt die er doorheen zit. En daar zien wij links ook de heer Harry Groen. Verbonden mag ik zeggen met de Hockeybond. En dan die fans waarvan we vanuit mogen gaan dat dat veel kinderen van emigranten bij zullen zitten. Die natuurlijk lazen dat er gehockeyd werd in Australië. Want het heeft toch even geduurd voordat men in Sydney allemaal wist dat dit toernooi zich afspeelde. Er was een groot golftoernooi waaraan ook de local hero Craig Norman deelnam. Dat had natuurlijk erg veel aandacht. Totdat die Australiërs goed gingen spelen en naar de halve finale gingen. De televisie aandacht begon te besteden en de kranten. Ja, en dan begrijp je dat ook de Nederlanders die daar wonen gemerkt hebben dat er gehockeyd werd. Nou, de Pakistanen zijn bereid om terug te gaan naar de tribune. En dat betekent dat we dan toch die ceremonie protocolair kunnen krijgen. Ik heb niet de indruk dat deze heren met bonbons lopen. Dat zullen ongetwijfeld de linten met de medailles zijn die horen bij een wereldkampioenschap. En dat is niet de grote beker die u daar ziet. Ik denk dat dat de beker voor de tweede prijs is, of het trofee voor de tweede prijs. Want kijk, die is een stukje groter. Die eerste. En het is altijd weer opvallend hoeveel pers er is op het moment dat er een ceremonie protocolair begint. Ja, dan moet je daar wachten. Voor het zilver. Delen ze met de handen in de zij. Walter Drent, die maar even op mocht draven. Met de armen over elkaar. Mocht alleen tegen Zuid-Afrika even meedoen. En dan heb je natuurlijk een machteloos gevoel als je dat allemaal vanaf de bank hebt moeten beleven. Nog één keer die bal van Jeroen Delmee die gestopt wordt door Mansour. En dan denk ik dat het zout genoeg in de wonden gewreven is. En dat Nederland ook gewoon heel blij moet zijn met die zilveren prestatie. Dat is Walter Drent. Fysiotherapeut Maarten Dunne die door het beeld schuift. Ja, een grote Nederlandse kolonie, dat is duidelijk. Teun de Nooier, precies in het midden. En Roland Oltmans die nog steeds niet weet wat hij ervan moet denken. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat straks aan het slotbanket, als men daar met z'n allen aan tafel zit, want de spelers zitten allemaal in één hotel, dat dan ongetwijfeld Nederland weer vrolijk zal kijken. Want uiteindelijk mag zilver er ook zijn. Man met het rode jasje is Etienne Klicic, de voorzitter van de Internationale Hockeybond. Hij zal ongetwijfeld straks bij de prijsuitreiking betrokken zijn. En hier praat hij met Shabazz en met Bovenlander. Prachtig, twee grote helden, kennen elkaar door en door.
gebeurd. De verbinding met Australië is even verbroken. En Hans Biaal kan dus geen commentaar geven. En we kunnen dus ook niet de prijsuitreiking laten zien, helaas. Pakistan wereldkampioen, Nederland tweede, Australië derde en Duitsland vierde. Wellicht dat we om 9:30, want dan zijn we er weer, om 9:30 op Nederland 2. Dan ziet u een samenvatting van deze wedstrijd en dan kunnen we waarschijnlijk een stukje van de prijsuitreiking meenemen. Helaas, Nederland heeft niet gered. Ik wens u nog een prettige morgen. Ja. Voor je zijn. Ja, dat is duidelijk. Als je nog in 3 minuten geleden de wereldtitel voorspelt, dan is niet het fijnste moment om met je te praten. Hè. Strafballen brachten uiteindelijk de beslissing, maar het was zeker niet de beste wedstrijd van het Nederlands team. Nee, we hebben eigenlijk goed gespeeld totdat we met 1-0 voorkwamen. Daarna een stukje in de eerste helft eigenlijk het initiatief weggegeven, door je opgepikt aan het eind van de eerste helft. Maar de tweede helft hebben we inderdaad slecht gespeeld. Hoe kwam dat, denk je? Ze oogden nerveus. Ja, dat is altijd zo. Hoe komt dat? We halen ons niet voor niet en waardoor dat precies komt is moeilijk te zeggen. Het belangrijkste was dat het speelveld niet meer zo klein hield als we in het begin wel hebben gedaan. Ik denk dat het een belangrijke oorzaak was en waardoor het precies komt, dat kan ik op dit moment niet beoordelen. En het moet gezegd, Pakistan speelde gewoon een hele goede wedstrijd. Ja, met name de tweede helft hebben ze goed gespeeld. Was er ontzettend veel zelfvertrouwen vooraf? Nou, er is gewoon een gezonde dosis zelfvertrouwen. We hebben nog maar 27 wedstrijden niet verloren. Dit is zelfs de 28e, want strafballen dat telt niet mee in die reeks. En dan is het terecht dat je zelfvertrouwen hebt. Maar op deze manier verliezen met strafballen is een stuk vreselijk. Nam je een heel groot risico door Jeroen Delmee, de jeugdige Jeroen Delmee, die laatste strafbal te laten nemen? Nee, Jeroen op de trainingen legt hij ze wel precies allemaal waar hij moet nemen. Dat is helemaal daar niks mee te maken. Was iemand anders die hem niet wilde nemen? Nou, dan staat Jeroen er, die zegt, dan doe ik het klaar. Dat is moedig en je ziet dan dat zelfs de grote bovenlander op dat moment ook kan falen. Ja, het zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Dus het gaat heel vaak goed en het gaat ook wel eens een keer mis. Het is heel, heel triest. Maar nogmaals, we hebben over de hele linie gesproken, een goed toernooi gespeeld. Dit is een enorme teleurstelling. Maar we gaan de komende jaren keihard werken om dan in dat land daar het maar beter te doen. John van Viert in gesprek met een teleurgestelde Roland Oltmans. Tot zover deze uitzending. Over 3 uur zijn we er weer om 9:30 met zwemmers en schaatsen en ook nog een beetje hockey. Tot vanmiddag. Goedemorgen, welkom op 2. Tot vanavond 11:45, amusement, informatie...